Theater Thalia heeft vorige week zijn 180-jarig bestaan herdacht. In dat kader is het complete archief van het theater van morgen overgebracht naar het Nationaal Archief Suriname, NAS. Met muziek en dans is dit archief overgedragen aan de leiding van het NAS. Volgens Joan Jesrun, vertegenwoordiger van Theater Thalia, heeft het theater door de jaren heen advies gevraagd aan het NAS over hoe zij met hun archief moeten omgaan. 8 jaar stug, wekelijks een paar uurtjes eraan te werken, is het ons gelukt het archief te organiseren en te ontsluiten. En is het nu zover dat we het archief van Thalia bij het 180 jaar bestaan van onze toneelgenootschap kunnen overdragen aan het NAS. We doen dit graag. Want nu weten we dat onze oude, kostbare stukken goed en veilig worden opgeborgen en beschikbaar zijn voor iedereen. Het zou jammer zijn als deze kostbare stukken verloren zouden gaan, niet alleen voor Thalia, maar voor heel Suriname. Namens het bestuur van Thalia dank ik mevrouw Chin Fu en haar medewerkers heel hartelijk voor alle steun en hulp die ze ons hebben gegeven. In het bijzonder voor de zuurvrije dozen die ze ons hebben geschonken. Deze dozen zijn erg duur en Thalia heeft weinig geld, dus we konden ze niet zelf aanschaffen. Zonder hulp van het NAS was het ons niet gelukt. Daarom nogmaals heel, heel hartelijk dank. Historica Cynthia McLeod zegt dat dit een mijlpaal is voor het theater. McLeod heeft jaren gezocht naar het archief van Thalia toen zij een groot toneelstuk zou schrijven. Inderdaad, dingen vastleggen is geweldig belangrijk. En het dan helemaal goed conserveren, zodat het ook blijft, dat is geweldig belangrijk. En dat hebben deze dames gedaan. Ze hebben het veilig gesteld en daardoor ook toegankelijk gemaakt voor de komende generaties. Dus in het jaar 25, 17, wanneer Thalia haar 680ste verjaardag gaat vieren, dan kunnen de mensen nog steeds zien hoe het is begonnen en wat er allemaal is gebeurd. En daarom, lieve mensen, mevrouw Tien Voel heeft het al gezegd, bestuurstukken zullen gearchiveerd zijn, maar je krijgt door dit soort particuliere archieven een geweldig beeld van hoe het leven in die tijd was. He? Dus in het jaar 2517 kunnen ze nog precies terugvinden dat Thalia, toen het 180 jaar was, het archief heeft gebracht hier naar het Nationaal Archief en dat ze een geweldige feestweek hebben gegeven, dat ze een groot toneelstuk hebben opgevoerd waarvoor iemand uit het buitenland is gekomen. Dat kunnen ze over 500 jaar nog steeds weten. Historica Cynthia McLeod. Zij sprak vanmorgen toen het 180 jaar oude archief van Theater Thalia was overgebracht naar het Nationaal Archief Suriname.